Hij is al een tijdje bij RKC Waalwijk. Comores bloed. Tweemaal international geweest voor de Comoren. Namens de Comoren dus nu in de Eredivisie. Mooie mijlpalen voor Sai Bakari. Maar het is niet uit wilde gedaan door Grimtis. Omdat hij niet tevreden was over. Staat af. Maar op het moment dat hij schiet, is daar buitens. RKC. De 2-0 achter. Kun je nog terugkomen in het gras. Het valt mee, zo lijkt het. Het lijkt wel wat naar het bovenbeen, achterkant. Dus misschien moet daar ook maar even kijken. Of je daar niet te veel risico's mee neemt. Mietje. Steens. Meulensteen. Twee keer toe. Kwast. Dit mag door. Beste botsing, maar prima dat dit mag. Zo op maat. Zou er dan wat meer aan de hand zijn geweest? Dan het oordeel nieuw een hoekschop. Gewijfd of is het gewoven? De vliegschop is niet uit en die weet het zeker. Bakai. Kijk hoe zij staan nog op terug. Hij was daar wel heel erg zeker van. Lindhout. Het is Bakari. Zo, die terug moest draaien. Bakari hier aan de rechterkant. Positie overgenomen. Bakari. Moet nu weer snel terug. Grote passen. Bakari onder de rug. Klaasje. En Zubelwara. Zubelwara, naar alle waarschijnlijkheid. Positie van Svensson. Beurt van Nagoya Grampus. 19 jaar. Zubelwara. Zo. Bakai. Meegenomen. Kwasten. Die bij zo. Zo. Dan de overtreding, toch? Nee, ook niet. Maar. RKC komt weer wat tot leven. Want ja, man minder, dat is waar. Maar de bal die goed valt. Kan ook, hè, met een man minder. Zo, hier bijvoorbeeld uitgebracht. Wel ruimte voor AZ. Aan de rechterkant is. Ah, dat is ver weg. Stinks. Boadu. Moet eerst controleren. Koopmijners. Daarnaast. Met de tackle. Bakari. Toch een beetje hoop. Verloren bij RKC krijgt de indruk. Lovenswaardig dat ze het ook naar voren toe blijven proberen. En toch te denken dat AZ wat toestaat met een man meer. Moet je de bal hebben. Moet je. Ik ben nog niet goed. Hij begrijpt het nog wel zin ook. Bakai. Boadu. Goed weggedraaid. Even aangetikt. Ja. Slot is er maar bij gaan staan. Maatsen.
de linkerkant nu Sijsjes gekomen. Bakari. Moet hij verrichten, Bakari, in zijn invalbeurt. Dat is gelukkig ook maar één helft te spelen. Die laat. Maatselijk. Heemskerk, de opwinding zat toch vooral in positieve en negatieve zin in de eerste helft. Bij het vertrek, het motoron, vertrek van Fasen, waar Heemskerk voor kwam. En bij Vlagen zeer aardig gaan zetten. Het ook twee keer scoren. Twee keer via Etrici. En na rust.